Wat vind je van deze dag? Oh, ik vind het een tof initiatief. Hè. Al die tekst naar elkaar, dan krijg je wel een goed beeld als je ernaar luistert. Hè. Je moet wel de moed hebben om uren aan een stuk te luisteren, maar als je naar heel die marathon luistert, dan zie je toch wat 25 jaar schrijverschap, wat dat opgeleverd heeft aan ongelooflijk verschillende dingen hè, bij Tom. Zowel de fictie als de polemieken, als de gedichten, als de columns, noem maar op. En de ene leest al iets uit 82, ik heb iets gelezen uit 82, na mij komt iemand uit 90 en dan weer terug naar 2004 enzovoort. Dus je ziet echt wel je krijgt een beeld van wat dat hij allemaal gepresteerd heeft. Hè. Benauwd zijn, een zero, een dactylo. Ik vind het nogal mager als voorbeeld. Mager, mager, wat mals is, vals is. Welk stuk heb je voorgelezen? Ik heb het klappen van de banden van de fiets van Hugo Claus. En dat is een kritiek die hij ooit geschreven heeft. En die gebundeld is in Roosgeur en Maneschijn. Uit 1983. Nou, heb je het zelf gekozen? Ja. Ja, ik was heel blij. Het was zo'n aanleiding. Ze vroegen om iets te kiezen. En dan ben ik naar die oude boekjes die ik van hem heb gaan terugkijken om een passage te kiezen. En ik herinner mij, het was in 1983, toen ik was toen 25 jaar. Ik was er helemaal zot van. Ik las al die boekjes toen al heel graag. En als ik het nu herlas, laten we zeggen, de onderwerpen waar hij zijn kritiek op spuit, dat zouden nu misschien niet meer doen, maar het is wel heel plezant om terug te lezen. Heb je geoefend? Ik heb 1 keer thuis gelezen. Omdat ze zeiden dat het ongeveer 10 minuten moest duren. En dan heb ik toch mijn eigen getimed en gedacht, oh, ik moet iets trager lezen, maar ook niet te traag. Maar ik heb niet zoveel geoefend. Het zal wel. Nee, echt niet. Eén keer hardop gelezen. Zeg het eens, jongen, spreekt hij me toe. Terwijl hij nu ook een zak tevoorschijn haalt. Wel is het dan wel als niet schrijven? Een heel aangenaam persoon. Is hij een proper jongen? Ja. Meer dan eens, knik ik. En nog lang ook. Dat zou ik niet weten. Ik heb direct weggezakt. Hij maakt zo mooie zinnen, waar ik uren kan naar zitten kijken. Ik begrijp ze meteen. Het is niet zo dat ik ze 10 keer opnieuw moet lezen. Maar ze doen jou nadenken. En dat is mooi. En kan echt genieten van zo 1 zin. Omdat het zo'n mooie grammatica heeft of net zo'n mooie woordkeuze. De taal. Je wordt al bijna gedwongen om zelf ook een mening te formuleren als hij iets zegt. En ik vind dat knap. Ik kan dat zelf helemaal niet. Als ik iets heel stellig poneer, dan ga ik zelf altijd meteen denken, ja, is dat nou wel zo? En dan ben ik bijna automatisch al in een soort relativerende stand terechtgekomen, waardoor ik alles wat ik net met veel aplomb beweerd heb, probeer te ontkrachten. Dus en dan komt altijd een soort waterig uit. En bij hem blijft altijd heel helder geformuleerd. Ik vind het knap. Dus jij bent eigenlijk milder? Ik denk dat ik een mildere mens ben, ja. Ja, of gewoon niet zo heel slim. Daar kunnen we het ook op houden. Maar ik vind milder wat charmanter klinken. Een verrassing, heb je nog een pet over Tom? Ja, ik ga hem een nieuwe fiets kopen. Ik mocht dat nu nog niet vertellen. Dat is niet rechtstreeks. Ik ga hem een fiets kopen met een karken achter. Maar dat is normaal kinderen insteken tegenwoordig. Voor de René, hè. De René, Tom zijn echtgenoot. En, alhoewel, zijn ze getrouwd? Geloof het niet, hè. Dus, ik dacht het wel. Zijn ze officieel getrouwd? Ik denk het niet. Dus hij ligt altijd bezig over zijn echtgenoot, terwijl dat hij zonde leeft. Maar zo'n serieus Hollandse gazellefiets met een karken achter om de René in te zitten, om rond te doen, in Zuid-Afrika, van Kaapstad naar Andersteen in Zuid-Afrika. Ja. Toen je 40 werd, zei je dat je niet van cadeautjes hield. Is dat veranderd? Nee, ik heb op mijn 40ste en op mijn 50ste, dus de belangrijkste of belangrijke verjaardag, zeg maar, 50 is toch iets anders dan 48 of 52, koop ik altijd een grote cadeau zelf voor mijn vrouw. In plaats van iets te krijgen, koop ik zelf iets. En waarom? Goh, omdat ik vind dat eigenlijk plezieriger om te geven dan om te krijgen. En omdat ik mijn vrouw graag zie. Hè.
Ik zie je echt graag zo. Dat is mooi. Zie je heel lief graag? Ik heb je lief. Shit. Na mij komt iemand uit 90 en dan weer terug naar 2004 enzovoort. Dus...